Goedendag, kijk naar de weersverwachting van weerplaatsen.nl op deze modelkaarten zien we dat er boven Nederland veel bewolking zit. En het blauwe dat geeft de regen aan die al een groot deel van de dag in het oosten van het land valt. Je ziet ook boven Frankrijk behoorlijk wat neerslag zitten. En als ik de boel in beweging zet, dan zie je dat het eerst in Oost-Nederland wat droger wordt. Maar dat er daarna een lage drukgebied onze kant op komt. En dat lage drukgebied brengt die neerslag uit Frankrijk weer mee. Dat betekent dus dat we vanuit het zuiden vanavond en vannacht opnieuw te maken krijgen met neerslag. Ook morgen overdag is dat lage drukgebied nog steeds dichtbij. Het ligt dan boven de Noordzee en zorgt ervoor dat er ook dan nog enkele buien kunnen vallen. Wisselvallig weer dus enigszins. Nou, dat zien we ook terug als we het in detail gaan bekijken. Vanavond in een de groot deel van het land droog, maar vanuit het zuiden komen er dus weer nieuwe buien aan. De meeste lijken van de zuid naar noordwesten gaan trekken. Dus in het noordoosten, in Groningen, daar is de kans op droog weer het grootst vanavond. Daar schijnt ook af en toe de zon. Geen hoge temperaturen meer, geen heerlijke zomeravond, maar 12 tot 17 graden. Vannacht dan ook geen klamme nacht, temperaturen tussen de 14 en de 17 graden. Er vallen een paar buien, maar op de meeste plaatsen zal het ook droog zijn. En dan kijken we naar het weer van morgen. Nou, dat ziet er dus enigszins wisselvallig uit. In de ochtenduren schijnt nog wel af en toe de zon. En uiteindelijk loopt de temperatuur op tot zo'n 19 à 20 graden in het oosten en noordoosten. Maar in het westen en zuidwesten moeten we het doen met 16 à 17 graden. Ik verwacht wel dat morgenmiddag in het westen de zon wat vaker doorbreekt. In het noordoosten schijnt de zon vooral morgenochtend. En dan de wind, die is ook opvallend. In de loop van de ochtend draait hij naar zuidwesten en dan neemt hij aan zee en op het IJsselmeer toe naar windkracht 5 of windkracht 6. En dat is een hele stevige wind, dus in het binnenland ook behoorlijk wat wind. 4 à 5 bijvoorbeeld vanuit het zuidwesten. Dus uh, later morgenochtend en morgenmiddag zul je dat echt wel merken als je op de fiets zit. Dan kunnen we nog even naar het weekend kijken, want dat staat natuurlijk weer voor de deur. Zaterdag kan er nog een bui vallen, maar ik zou zelf gewoon de paraplu zelfs thuis laten. Het is slechts een enkele bui. Dus gewoon even op de regenradar kijken en dan weet je meteen waar je aan toe bent. Verder ook een zonnige periode en 16 tot 18 graden en die wind die neemt weer af. Zondag is de wind nog wat rustiger en dan kan de temperatuur nog een graadje winst boeken. Misschien zelfs plaatselijk 20 graden, maar die tropische 30 graden van gisteren die is echt weg. Toch zondag best aardig weer want de wind is rustig en bij geregeld zon zal het in de, in de zon en uit de wind heerlijk weer zijn. Maandag mogen we weer werken. Maar de temperatuur gaat dan omhoog naar 20 tot 22 graden. Dan nog even wat verder vooruit kijken. Want volgende week donderdag is het natuurlijk alweer hemelvaart. Nou ja, die vooruitzichten zijn niet echt spectaculair te noemen. De oplopende temperatuur tot en met maandag krijgt heel misschien dinsdag nog een vervolg, maar waarschijnlijk gaat het kwik dan weer naar beneden. En in de tweede helft van volgende week hebben we temperaturen rond de 15 graden. Dus dat is enigszins aan de frisse kant en de kans op neerslag neemt tegen die tijd ook weer toe. Ik ben Michiel Severin van Weerplaatsen.nl